Ja, Annelies, wat een, ja, wat een wedstrijd, hè? Ja, het was onverwacht wel. Daar hebben we altijd in geloofd natuurlijk, maar op voorhand weet je toch wel dat op papier Boekenberg outstanding is. En, maar gewoon met waanzinnig veel lef gespeeld, niks te verliezen en dat denk ik dat het vandaag toch heeft gedaan. Ik sprak met jouw coach voor de wedstrijd en hij zei off the record van ja, ik hoop de eerste 10 minuten te overleven, want dan is Boekenberg natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk. Ja, we hadden ook gemerkt, al de vorige matchen van Boekenberg, dat is direct de eerste 10 minuten, een 8-2 en een 6-0. Dus daar wouden we ons wat voor behoeden. Dus onmiddellijk met heel veel lef beginnen en heel veel strakke voorverdediging en proberen die spitsen dicht te houden. En, ja, ik denk dat dat goed gelukt is. Het heeft lang 2-2 gestaan en dan zijn ze voor de rust nog wel wat voorgeraakt. Maar het is blijven knokken en ja, het was echt letterlijk knokken en dat is goed gelukt. Je komt 3-4 tot 4 punten achter. Ja, wat denk je dan? Ja, tegen een andere ploeg denk je dan, begin je te panikeren. En eerlijk gezegd, vandaag is het goed. Is het zo, dan is het zo. Maar we gaan ervoor en wie weet halen we nog wel iets. Dus je speelt eigenlijk wel een beetje met een andere ingesteldheid. En dat is misschien ook goed geweest vandaag. Je komt dan op gelijke hoogte, dan neem ik aan ja, dat je zegt van ja, nu gaan we er echt voor en we pakken de punten mee, zodat we medeleider worden. Ja, je begint te beseffen dat het kan, hè, vanaf dat je terug dichter komt en gelijk komt en dat onze verdediging eigenlijk al een heel wedstrijd goed werkt. Dus we hadden ook wel het gevoel dat gaat nu ook nog werken. Dus dan beginnen te beseffen dat het kan en dan ja, blijven gaan. Hè.